Goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenbol. Het is vandaag reeds maandag en we leven de derde van de tiende 2022 en we leven op 15:56. Ik ben al met de meisjes buiten geweest. Ik was vanochtend wel betijds op omdat ik bezoek zou krijgen met die liet niks afweten, niks. Dus dan ben ik maar op een gegeven moment achteraan gegaan om te bellen van waar ze nou was gebleven. En ze had allemaal afspraken die ze door elkaar heen heeft gehaald. Ja, nou komt het dus zo meteen. Ja, dus ik ben benieuwd. Dat is die mevrouw waar ik vanavond dus voor moet lopen. Tenminste niet voor die mevrouw, maar voor de diertjes. De dierenbescherming, die komt die bus brengen. Ja, nou ja, als ik niks heb, kan ik niet lopen, weet je. Oh, ja. En ja, ik heb, even zien, niet afgelopen weekend, met dat weekend daarvoor. Dan weet ik zo 1, 2, 3 niet hoeveelste dat was. Moet ik helemaal terugrekenen. Ja, moet ik even denken hoor. Ik ken nog beter, geloof ik. In de WhatsApp app kijken. En dan moet ik liever geduld hebben. Ja, eventjes geduld. Ik moet even zoeken. Ja, en daar is de app al. Dan moet ik naar boven toe. Even zien hoor. Dat was 20 september. Even zien. Pa-pa-pa-pam. 24 september. 24 september. Het is nou oktober. 24. Dat was op zondag. Zondag 24 oktober. Heb ik voor het eerst een fan van mij live gezien hier in mijn huis. Ik heb dat toen niet gefilmd, omdat hun ook haast hadden, want ze moesten snel weer terug. Maar die fan, dat is nog maar een kind. Ja, een heel lief kind wel te verstaan. En stapelgek ben ik met hem. Het is een jongetje. Ik zeg niet hoe oud hij is. Dat wil hij niet. Nee. Maar het is een schatje en hij is vandaag jarig. Ja, ik zal even laten zien. En die is dus vandaag jarig. Maar ik ga zo meteen even verder, dat beloof ik jullie. Want de honden gaan kijken, de kat komt eraan. Nou, we hadden dus over een jarige jongen. Vandaag is die jarig, ja, ja. En zoals jullie zien, zijn naam staat erbij. En ook inderdaad ga ik deze vlog aan hem opdragen. Dit gedeelte. En ik zou zeggen, lieve Mitchell, ik ga ook nog voor je zingen. Ik draai even om. Hoor, dat wil niet. Zo dan. Dat wil wel. Zo. Nou, lieve Mitchell, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dus dan gaan we even voor jou zingen. Lang zal Mitchell leven, lang zal Mitchell leven, lang zal Mitchell leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hieperdiep, hoera, hieperdiep, hoera, hieperdiep, hoera. Nou, lieve schat, ik wens je heel veel mooie cadeaus toe voor vandaag en een hele mooie dag samen met je mama en vele anderen. En ik hoop je gauw weer te zien, lieve schat. Doei doei!